nog steeds aan Van Niks naar Kliks. Al deze week komen de video's online met de drie finalisten, Hanweeg, Senna en Govert. En na alle video's, 6 video's, 3 op mijn kanaal, 3 op hun kanaal, kies ik de winnaar en die is de winnaar van Niks naar Kliks. De enige show waarin ik op zoek ga naar het YouTube talent van 2017. Het is tijd voor de video, mensen. Geniet ervan. Dikke kus en doei. What up, people out there? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Je kijkt nog steeds naar Van Niks naar Kliks. Ik ga op zoek naar het YouTube talent van 2017. We hebben 3 finalisten. We hebben nog 3 finalisten over. Senna is al geweest, Govert is al geweest. En vandaag is het tijd voor finalist nummer 3. Give it up voor de enige Chinees op YouTube in Nederland. Hanweeg! Wat doe je? Chaos, opkomst. Dat krijg je als je met Chinees samenwerkt, hè? Wat krijg je dan? Random as kung fu. Random as kung fu shit, man. What's up? Kijk, dat krijg je dan. Geniet van het moment. Hoe is het met je? Goed, met jou? Ja, gaat goed. Weet je wat we vandaag gaan doen? Ik heb al een klein idee, maar... Zal ik het nog even zeggen? Ja, maar. We gaan de ultieme challenge video maken. Waarin we 3 verschillende challenges doen in 1 video. We weten nog niet welke challenge het gaat zijn, dus 1 grote verrassing. Are you ready? I am fucking ready. Are you fucking ready? Yeah! Wat is dat in het Chinees? Are you ready? Ni hao ba. Echt? Ni hao ba. Ni hao ba. Ja. Mijn Chinees is ook echt heel slecht, maar zoiets. De eerste challenge die wij vandaag gaan doen. Het is de enige echte old school Chubby Bunny Challenge. Oh shit. We hebben trouwens een video gemaakt op Hanweegs kanaal. Kun je nu gaan checken, de link staat in de beschrijving. Daarmee proberen we zoveel mogelijk druiven in onze mond te doen. En dat, is dat gelukt. Eén beter dan de ander. Ik heb al zo lang de Chubby Bunny Challenge niet meer gedaan. Alleen ik kan dit echt heel goed. Oh, ik ben hier zo. Ik serieus. Dit is waar ik goed in ben. Echt waar? Ja. Ah, ik geloof er niks van. 2 kotsbakjes, deze is voor jou, deze is voor mij. Je weet de challenge, ik zal het nog heel even uitleggen aan de mensen die geboren zijn na 2005 en dus nog nooit van deze challenge gehoord hebben. De challenge waarin je spekjes zoals deze in je mond doet, zoveel mogelijk, niet doorslikken. Elke keer als je het doet moet je Chubby Bunny zeggen. Yes. Hij is echt old school gewoon. Old school. Deze is echt oud. Zelfs ik heb hem gedaan. Ja. Ik heb wel zin in. Ben je klaar voor? Ik ook, ja. Ik begin. Chubby Bunny! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Let's go. Chubby Bunny. Chubby Bunny! Chubby Bunny. Chubby Bunny, vind ik wel echt lekker. Chubby Bunny. Oh, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Herpes Bunny. Oh wow. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh, ga daar naartoe. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh shit. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh shit, hij gaat door. Nee. Gaat hij nog één doen? Gaat hij nog één? Oh nee, dat was hem. Oh. Yeah. Nee! Kotsen, man! Uiteindelijk moest je ook al halen, dan ben ik gewoon klaar. Slijm op je kin. Ja, man, sorry mensen thuis. Schrikkelijk. Maar ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Hey! Ik ben klaar. Maar jij hebt die grote mond natuurlijk, hè? Ik heb echt een grote bek. Ja. Hier, 15. 13. Yeah, yeah man! Jezus. Nou, ik ga nog wel even een spekje chappen. Nou, ik heb wel genoeg spek gehad. Gewoon boos op die spek, ja. Gewoon boos op die spek. Oh! Woo. Zijn je handen weer schoon? Die was echt heel dui. The worst joke ever. Ik ben Kelvin en ik heb slecht humor. Oké, jij dacht misschien was dit de challenge van vandaag. Nee, we doen er nog meer. Ik sta 1-0 voor. Hanweeg kan nog winnen. Trouwens, wat win je? Gewoon de eer. Oh, de eer ook. Daar gaan we voor. Are you ready? I'm fucking ready. De volgende challenge die wij gaan doen is omwerken. Oh. Het is de Guess the YouTuber challenge. Ken jij de Guess the YouTuber Challenge? Ik kende de Guess the YouTuber Challenge niet. Nee? Dan zal ik je even uitleggen hoe het gaat. Jij mag bijvoorbeeld niet kijken, dan doe ik dit. Vervolgens laat ik je deze foto zien en moet jij raden wie het is. Dus ik ga als eerst even de andere kant op kijken. Oh jee, maar dat is onmogelijk. Maar dat is alles wat je te zien krijgt. Ja. Hoeveel tries krijg je? Je mag 3 keer raden, oké? Oké. De Guess the YouTuber Challenge tussen mij en Hanweeg. Hij is van start gegaan. Wie is dit? Oh shit. Het is een YouTuber. Say what? Oh ja, dat had ik in gedachten, ja. Open mond. Zo stond ik vroeger altijd op de foto. Hè? Ja. Doe eens. Wat?
Ben ik het? Nee, je bent het niet! Fuck! Hij kan gewoon zijn eigen mond te herkennen. Het is wel een jongen, denk ik. Ik zeg helemaal niks. Het is gewoon een mond van een YouTuber. Kop, doe gek, doe wild. Doe gek, doe wild. Enzo Knol. Nee! Ook niet! Nee! Ik ben bijna de winnaar. Ze gaan de startpositie zetten van de winnaarskans. Ik noem gewoon grote YouTubers. Grootste kans, denk ik. Gio. Ja, dat is Gio! Nee, serieus! Ja! Je lul! Nee! Je lul! Ja, het is goed. Oh mijn god! What the fuck? Het was gewoon een gok! Je mag niet winnen met een gok! Wow, ik dacht, ik ben de grootste YouTuber. Wat? Dat is Dio. Oh mijn god, wat? Ik heb het ook nog goed. Oké, nou is het jouw beurt. Gaan we een YouTuber opzoeken? Nederlands gewoon toch? Ja, Nederlands. Even denken. Oké, let's do that. Een beetje pikant, maar. Ctrl Shift 4 was het? Nee, command. Ik weet niet of dit goed zal zijn, hoor. Dit is hem. Zo! Ja. Nou, Hanwee. Ja, ik weet natuurlijk al lang wie dit is. Oh. Ja, sorry, mama. Ik ga maar even 2 keer fout raden, oké? Okay? Ja, doe. Enzo Knol. Oh nee. Nee? Ben jij het? Ha! Gay! Nee. Even een gokje wagen. Is het misschien Monica Geuze? Ja. Ja. Maar hij weet het gewoon omdat hij je stiekem elke keer naar kijkt, hè? Ik heb deze foto meerdere malen voorbij zien komen. Oh. Ja, dat doe ik ook altijd. Ik doe het ook altijd. Ja. Op een boot. In een badpak. Ja. Ja. Is een mankini. We moeten door. Jij gaat weer omdraaien. Ja. Kijk, ik heb hem. Kom maar. Hey, hoe is dit? Lieve kijkertjes thuis, doe lekker mee. Hanwee is nog steeds in de strijd van niks naar kliks. Hij rent voor zijn leven. Hij doet zijn best. Oké, ja, het is wel iets makkelijks die dat te koud is, maar. Ik zou het echt niet weten. Blauwe ogen, hè? Hè? Wat raar, man. Is die een beetje bekend? Ja, fuck, dat had ik eigenlijk niet eens mogen zeggen. Teske. Nee. Brein, volgens mij. Bibi. Nee. Fuck. Fuck! Nee, man. Oh, nog één gok. Ik ken geen enkele YouTube. Kom op. Je hebt dit sowieso fout. Kom op, jongen. Als je nu weer les met het goede hebt, dan, jongen. Krokodil. Nee, serieus? Nee, natuurlijk niet. Oh, ah, hij is fout. Mag ik laten zien wie het is? Dan. Het is Joy! Oh, fuck. Ja, maar ik dacht blauwe ogen. Ik wist echt helemaal niemand. Als ik de volgende goed heb, wederom een challenge gewonnen. Oké, okay, succes ermee. Even... Ja, man, rustig aan. Oh, wat de fuck? Wat? Mijn wachtritueel. Oh, oké. Okay, ja. Mijn wachtritueel. Kom maar. Alright. Hè? Wie de fuck is dat? Hou op, man. Het is geen YouTuber. Het is een bekende, man. Vrij bekende. Echt? Ja? Een Nederlandse bekende YouTuber. Ja. Is het iemand van StukTV? Nee. Oh, dat zijn meteen 3 mensen in de. Ja, we zijn 3 keer bij het spel gezet. Oké. Okay. Een YouTuber die gewoon nu bekend is en nu ook upload. Ja. Gewoon. Hè? Die verkleedt zich zo. Niemand doet dit. Die was echt een mooie snor. Hè? Maar hij heeft best wel een ruim, gewoon. Hij is wel redelijk oud, denk ik. Ik weet het. Kom maar. Dylan Hagens. Nope. Hij zit ook niet in team, Dylan Hagens. Kom op, help me out, man. Nope, je gaat hem niet krijgen. Nee, ik krijg hem echt niet, man. Doe hem wilde gewoon. Fuck, fuck, fuck. Kom op, kom op, kom op. Is het Thomas Smagge? Nope. God, nee. Nee. Je zat in de buurt met Bar. Het is toch niet Bardo? Ja. Is het Bardo? Nee. Kut. Maar het is nu gelijk spel. Ja, het is gelijk spel. Dat betekent dat jij een punt krijgt en ik een punt krijg. Dat betekent dat het op dit moment 2-1 is voor mij. Oh, dus ik kan nog gelijk spelen, maar jij kan niet meer verliezen. Ik kan niet meer verliezen, maar dan is er een optie. De optie is namelijk dat jij mag de volgende challenge ook zelf doen. Zeg maar dat ik hem niet hoef te doen. Oh, oké. Als jij hem dan doet en je haalt hem, dan heb je gewonnen. Shit. Snap je? Dit is de laatste optie. Maar je moet wel nu bepalen. Krijg de challenge niet te weten? Nee. Ja, ik doe het. Ik ga winnen. Echt waar? Ja, sowieso. Maar dan hoef ik hem niet te doen. Ja, ik vind het prima. De laatste challenge van Niks naar Klik, de laatste challenge van deze hele serie is... Nee. Ik ben echt fucking blij dat ik het niet hoef te doen, maar hij past echt goed bij jou. Met stokjes te maken. Ik heb het hier in mijn hand. Oh, is het rijst? Het is geen rijst. Tada! Nee. Oh, maar dat is een appeltje eitje dan. Echt waar? Ik heb de hete peper ter wereld gegeten. Oh, fuck. Misschien weten mensen niet wat dit thuis is, maar dit is een hete peper. Ik vond hem wel bij jou passen, want je hebt zo'n Asian guys. Het is een gele peper, je mag hem opeten. Als jij hem opeet, doorslikt, geniet van het leven en je mondje open doet en er zit geen peper meer in, dan ben jij de winnaar van vandaag. Oh, what the fuck. Ik doe wel net alsof het een gele paprika is. Ik ben blij dat ik hem niet hoef te doen, want ik haat deze shit echt. Er zijn er 2 in dan. Anders hadden we hem gewoon door de midden moeten doen. Nu moet je hem helemaal chappen. Oké. Okay. Are you ready, Hanwee? Ik zal je supporten. Ik neem tegelijkertijd wel een spekje in. Oh ja, dank je. Are you ready? 3, 2, 1, go. Wow. Is hij heavy? Echt heel heavy. Huh? Ah, fout. Wow. Ik weet niet wat voor peper het is. Ik heb geen idee. Hij gaat het niet doen. Hij doet het niet. Oh, no.
Aardappelbrand hier. Maar misschien is het wel echt zo'n heftig ding. Ah, heb je melk voor me of wel? Ik heb ijs voor je, ik heb melk voor je. Oh. Let's go, man. Gedankt. 3 pakken melk voor je. Melk had trouwens ook, bro. Jij zei trouwens dat je deze peper ooit had gegeten. Mm-hmm. Ik dacht, oh, dan doe je dit gewoon even zo. Maar misschien was dit ook. Dat dacht ik ook. Oh, holy shit. Houden we het dan maar gelijkspel dan? Ja, het is gelijkspel. Vind je wel een strijd. Maar als hem door had geslikt, was nu je hele kerel ook gewoon naar de tering. Terwijl Hanwee nog even aan het afsterven is, doordat hij net een peper heeft gegeten, ga ik afsluiten. Dit was alweer de laatste aflevering van de Van Niks naar Kliks wedstrijd. Hierna komt de uitslag. Die komt ergens de komende dagen. Dan heb ik bepaald op basis van alle video's die ik met de YouTubers heb gemaakt op mijn kanaal en op hun kanaal wie er dan heeft gewonnen. Dus blijf dat zeker checken. De uitslag van de contest komt dus de komende dagen online en daarna gewoon natuurlijk normale video's. Niet allemaal met random ass Chinezen en zo hier, zoals hij. Hallo, Hanwee, hallo. What the hell? Wow. Nou, abonneer op mijn kanaal, geef natuurlijk een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Dus Hanwee en ik hebben ook een video gemaakt op zijn kanaal. Wil je die nou checken? Hij is super leuk. We gaan records verbreken, dan kun je hem checken in de beschrijving. Abonneer op ons kanaal, op mijn kanaal. Abonneer ook op mij. Je hebt net een fucking hete peper gegeten. Ja, en tot de volgende keer, mensen. Groetjes aan je ouders en aan je moeder en dikke kus voor iedereen in je hele familie. Doei.